En bij mij in de studio, Bart Caron van Groen. Is het een goed idee zo'n brede weersverzekering zoals Open VLD, N-VA en CD&V willen? Het is goed dat de landbouwers een buffer hebben, een verzekering hebben tegen slecht weer, hagel, droogte, te veel nattigheid, te veel regen enzovoort. IJzel bedenk het maar, te veel sneeuw. Die landbouwschade heeft, landbouwers hebben al een hele kleine winstmarge. Ze dragen heel erg veel risico's die ze niet zelf controleren. Dat is goed. Dat, dus in principe ja, maar we hadden een landbouwrampenfonds die dat ook niet verzekerde. Het was eigenlijk een tegemoetkoming vanuit de overheid en de schade. Maar die gaat op de schop. En die gaat dus letterlijk op de schop bij deze. En die wordt vervangen door een private verzekering. Enfin, zou kunnen veranderd worden door een private verzekering, voor zover private verzekeringsmaatschappijen ook polissen ontwikkelen daarvoor. Ja, want Assuralia hebben we gezien, die waren niet zo happig, begreep ik. Ja, dat is zacht uitgedrukt. En die meneer liet het eigenlijk ook wel duidelijk doorschemeren. Hè. Er zijn geen bedrijven, geen verzekeringsmaatschappijen in België die daar meer ervaring hebben. Men heeft zich blijkbaar ook op geen enkele manier voorbereid op het mogelijk ontwikkelen van dergelijke polissen. Men vindt dat de maximum uitkering te hoog is. Er zijn voor hen allerlei modaliteiten niet uitgeklaard. En zij denken, dat is wat je daar toch moet uit afleiden, dat er niet meteen Belgische verzekeraars gaan polissen aanbieden. Ja, waar zijn we dan mee bezig? Hè? Ja. Maar er was wel een Nederlandse coöperatieve die al heel veel ervaring heeft opgebouwd. De aanloopperiode om dat te ontwikkelen was kennelijk wel lang, maar het staat nu op poten. Het is een coöperatieve, is dat misschien een uitweg? Nou, dat is op zich een heel interessant model. Hè. Ik zal dat ook niet ontkennen. Een coöperatief model gaat uit van onderlinge steun aan elkaar. Hè. En je gaat de risico's zelfs internationaal spreiden met elkaar. En dan ga je de winst ook terug uitkeren aan die landbouwers in kwestie die verzekerd zijn. Dus dat is heel goed. Het punt is alleen dat toch in Nederland minder dan 10% van de landbouwers verzekerd zijn. En dus 90% die risico's dragen. Wij hebben nu met het landbouwrampenfonds bij zo spreken 100% dekking. Als dat ook zo zou zijn bij ons, dan dreigt ook voor heel veel landbouwers een faillissement bij wijze van spreken. Of serieuze problemen. Dus dat is toch een zwak punt. We zouden echt moeten hebben. Een onderlinge maatschappij gaat eigenlijk uit van zoveel mogelijk aangesloten. En ook van het dragen van zoveel mogelijk risico's. En dat Nederlandse model is een ideaal model. En ik heb nog net met die verantwoordelijke gesproken. Die zegt, als we de assurantietaxen, de tax op verzekeringen, kunnen laten dalen in Nederland, zal het aantal aangesloten landbouwers zeker nog sterk stijgen. Ik hoop dat, maar eigenlijk zou je moeten een overgrote meerderheid hebben van de landbouwers die meedoet. Want stel je voor dat we overmatige regen of droogte hebben volgend jaar, of het eerste jaar dat het in voege treedt, dan is dat voor veel landbouwers ook een strop. Ja, maar wat zijn uw grootste bezonjes nu nog? Want eerder had u het al genoemd, dit voorstel van decreet, politiek en bestuurlijk brobbel. Ja, dat is het zeker. Hè. Het is, is het nog altijd. Dat, ja, kijk, deze ochtend of gisteren kreeg ik vanuit de logistieke dienst van het parlement een juridisch advies op de tekst. De mankementen in de decreettekst opgestomd in het advies zijn langer dan het decreet zelf. He? Dus dat is gewoon slecht wetgevend werk. Dat is slecht. Dus eigenlijk is het een slag in het gezicht van de landbouwsector als je met dit soort kwakkelwerk afkomt. Maar het is lastig, het is een dilemma. Hè? Je kan zeggen, het is zodanig slecht, ja, ik heb dat niet goed proef gedaan, maar dan, wat is het punt? De landbouwer wordt de slachtoffer. Ja, en het wordt dan op de lange baan geschoven, of het komt er niet meer van, wat dan ook. Enfin, ik zal niet alleen de doorslaggevende stem natuurlijk betekenen. Dus, maar aan de andere zijde vind ik wel dat de landbouwers een zekere vorm van verzekering moeten kunnen hebben. Want nu kunnen ze op niets meer vallen, terugvallen. Nu is er niets meer. Er is gewoon niets. Hè. Het programmadecreet heeft het afgeschaft. En er is geen alternatief voor in de plaats. Ja, sorry, politiek is dat echt wel. Dat is niet kunnen. Hè. Dat is iets wat je niet doet. Hè. Dat is alsof je zou zeggen, en nu gaan we het verkeersreglement hervormen. Maar we gaan beginnen met het eerste af te schaffen. En de jungle te installeren op de weg. Sorry voor mijn vergelijking, maar dat is wat men niet gedaan heeft. Dus N-VA heeft in deze voor een impasse of een rem gezorgd? Ja, de N-VA, dat moet je zelf vragen, maar de N-VA die wou denk ik duidelijk niet meer dat de overheid
elke ramp van landbouwers vergoeden. Men wou dat gewoon doorschuiven naar de privésector. En daardoor, men subsidieert dan wel de premies, hè, van de landbouwers 65%, zoals in Nederland. Maar het punt is dat je op die manier kan je vooraf de kost voor de overheid inschatten. Zie je? Terwijl, als je wacht op een ramp, zoals het huidige systeem, moet de overheid dan plotseling op zoek naar 30 miljoen of zo voor de geleden schade in het voorbije jaar. En ja, dat is ook een ideologische keuze. Hè. Solidariteit is eigenlijk, dan doet de overheid het, zoals de sociale zekerheid ook bijgesprongen wordt door de overheid. Ofwel privatiseer je onderling. En dat is eigenlijk het dilemma waar we staan, het probleem waar we voor staan, toont ook de ideologische breuklijnen in de meerderheid. Ja, laatste vraagje nog heel kort. In Nederland heeft vorig jaar de weersverzekering meer uitgekeerd dan dat het premies heeft opgestreken. Dus ja. Hoe houdbaar is dat model? Het model is houdbaar als de maatschappijen die het doen zo zich ook internationaal positioneren. Dan heb je het geluk, hopelijk, van niet tegelijk in alle landen van Europa pakweg een ramp te hebben. Zodat het ene land compenseert het andere. En het jaar nadien kan het precies omgekeerd zijn. Maar het is natuurlijk een coöperatief model in die zin dat het is niet eeuwig houdbaar. Ik bedoel daarmee, je mag niet te diep gaan in tekort en een uitkering die groter is dan de inning van premies. Maar de internationale mechanismen, plus een coöperatieve kan ook een stukje bufferen. Ik bedoel, niet al de winst terug uitkeren, maar een stukje in buffer houden. En heeft ook wat men noemt herverzekeringen bij grote commerciële verzekeringsbedrijven. Slim verzekeringsbeleid maakt dat men dat op lange termijn en ook internationaal wel oplost. Ja, hoe dan ook, u heeft nog heel veel vragen, ondanks het feit dat het morgen ter stemming komt. Hè? Ja, het is eigenlijk is het niet te doen. Het is echt niet af. Het is prutswerk, sorry. En tegelijk, ja, ik wil die landbouwers echt niet aan een lot overlaten, ook zonder enige vorm van verzekering of compensatie. Dus slecht politiek werk, hoor. U staat geprangd. Dank je wel, Bart Caron van Groen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.